Nog geen 2 weken geleden, de allerlaatste trein richting Hoek van Holland. Nog datzelfde weekend wordt in razend tempo gestart met de ombouw. Alles wat trein was, moet metro worden. In Vlaardingen gaat dat voor sommigen wel heel hard. Dit doet toch wel, want je mist het ook. Ik woon hier verder op de Maasstraat, je hoort dat getingel niet meer van de spoorbomen. Je zorgt om 5 uur, weer, hey, daar gaat de eerste trein. En dat mis je nu. En dat is echt wennen. 7 kilometer verderop gaat de beuk er nog harder in. Dit was station Maassluis. En zo ziet het er nu uit. En ook onder de sluizers nostalgische sentimenten. Nou, laten we zo zeggen, ik verwacht er weinig van. Want ik denk dat het een soort veredelde abri wordt. Waar dus misschien ruimte is voor 10 mensen. En de rest staat daar dan een beetje in de regen te wachten. Zo. Een station is een station waar je dus in kan. Waar je kan gaan zitten, waar je kan gaan wachten. Waar je eigenlijk nog een kaartje kan kopen. Maar dat moest je natuurlijk hier ook al bij zo'n hokje doen. Dat is het allemaal niet meer. Volgens de bouwers van de Hoekse lijn loopt het helemaal volgens plan. Dit is het nieuwe station Maassluis-Steendijk-Polder. Zo zullen de meeste stations er straks uit gaan zien. Qua layout zullen alle stations hetzelfde eruit zien. Qua perron, de achterwand, roosterachterwand, abris en dan de toegangsportalen met vissenstructuur. Het unieke per station zal zijn de abris waar gekleurd glas in komt. Schiedam-Nieuwland begint in een geel tint en bij Hoek van Holland eindigt het uiteindelijk in een rood tint. Zodat het herkenbaar is voor de reizigers waar ze zijn. Voor de echte treinfanaat is het even pijnlijk, maar er moet reiscomfort voor terugkomen. Als alles meezit, zoef je vanaf september met de metro naar Hoek van Holland Strand.